Voilà, beste mensen, welkom op een nieuwe cursus. Creativiteit met Windows 10 2019, gepresenteerd door ikzelf, Erik Hazenbroeks. Dus ik heb voor jullie wat creatieve dingen, dus dat jullie kunnen doen met tools die volledig gratis zijn in uw Windows 10. Dus neem nu je muiscursor en ga naar een lege plaats op je beeldscherm. Selecteer nieuw en maak een map. Dus dat doe je via de rechtermuisklik op je bureaublad. Selecteer je dus nieuw en de optie map. Ik heb hier mijn virtueel toetsenbord. Ik zal die benaming hier, nieuwe map, de naam doen veranderen. Ik doe dat via naam wijzigen. En ik zal aan dat bestand de naam geven. Videobewerking. Voilà, natuurlijk dat icoon is redelijk. Dus u gaat rechtermuisklik erop. U gaat naar eigenschappen. U gaat vervolgens naar aanpassen. Klik daarop en dan ga je naar beneden naar ander pictogram. Dus ik heb een andere afbeelding nodig voor mijn icon. Die past bij videobewerking. Dus ik ga even bladeren in hetgeen dat hier aangeboden wordt door Microsoft. Dus ze hebben van die standaard iconen. Dus ik ga kiezen voor zo'n CD. Dat vind ik nog leuk. Als symbool van mijn icon videobewerking. Voilà, dat is nu veranderd in een mooiere icon. Dus je kan die verplaatsen op je bureaublad. Waar dus dat je wenst. Je klikt op openen en dan ga je zien, je map gaat open, maar die is leeg. Dus straks gaan we hier bestanden in plaatsen die we snel kunnen raadplegen als we die nodig hebben. Je gaat nu naar je menu van je Windows. En je zoekt in je applicaties. Dus hier heb je de lijst van de programma's. Hij gaat naar Paint 3D. Dus je selecteert dat met je muis, linkerklik. En je schuift dat naar rechts, dat je dus een snelkoppeling hebt op je bureaublad. Vervolgens doe je terug hetzelfde. Terug naar je Microsoft-icoon hier. Je gaat terug op zoeken. Hij selecteert video editor. Je sleept dan naar rechts. Opnieuw een snelkoppeling. Ik heb ook nog persoonlijk de Paint erbij gedaan. Dus als je nog de Paint zou hebben op je PC. In je Windows klik je even in het vergrootglas Paint. En daar heb je het icoon van Paint. En doe je dus dezelfde bewerking. Paint. Doe je dus bestandlocatie openen. Maar je kan hem niet direct slepen. En dan, als de bestandslocatie open is, sleep je hem even ook voor snelkoppeling op je bureaublad. Als je de Paint niet meer hebt, dat is niet erg, doe je enkel via met de video editor en de nieuwe Paint 3D. Dus wat gaan we nu doen? We gaan nu die applicaties en die snelkoppelingen slepen in videobewerking, zodat ons bureaublad deftig blijft, dat het niet vol is met de icoon. Als je dus daarop klikt op videobewerking, heb je dus die drie
snelkoppelingen om je applicaties te doen starten. Dus het is heel overzichtelijk op het bureaublad één icon met de drie snelkoppelingen. Ziet, hier zie je het nog even, Paint 3D, Paint Video Editor. Nu ga je terug even naar je bureaublad, dus op een leeg gedeelte terug met je muiscursor. Kies je terug Nieuw Map. Ik gebruik de virtuele toetsenbord even om te tonen aan jullie, dus ik doe het terug even met naam wijzigen. En dan via mijn virtueel toetsenbord of je vast toetsenbord geef een andere benaming. Ik geef de benaming dus ik ga kiezen foto 2019. Hij sliep dat ook. En terug dezelfde bewerking hier. Het is een lelijke icon. Dus terug op eigenschappen, aanpassen, ander pictogram. En je kiest terug iets eruit die past bij je icon, dus naar keuze. Dus hier zouden er dus fotobestanden in komen. Dus ik kies voor het foto icon, fototoestel icon. Voilà. Met de benaming foto 2019. Je kan dit ook openen. Als je het opent natuurlijk, er zijn momenteel geen foto's aanwezig, er zijn geen bestanden aanwezig. Maar zo is het absoluut al overzichtelijk. En dan, nu om even verder te gaan, dus je kan bijvoorbeeld hier in de demo toon ik u 6 willekeurige foto's die op mijn bureaublad zijn, dat je bijvoorbeeld geladen hebt via je fototoestel of dat je op je computer had. Je selecteert die alle 6 en je brengt die in de icon foto 2019. Want zo zijn ze deftig opgeborgen en kan je straks die foto's direct gaan terugvinden. Dus je ziet hier, als ik de videobewerking dus openklik het icon, heb ik dus mijn opties. Klik ik de foto-icon open 2019, heb ik ook daarin mijn foto's dat ik zo net gesleept heb. Je klikt op beeld en je klikt op grote pictogrammen en zo zal je ook direct de miniaturen zien van de foto's die in die map staan. Vooral nogmaals hier videobewerking, de snelkoppeling naar de applicaties. En de foto's die momenteel in dat bestand zijn. En men is momenteel dus klaar om te beginnen aan de eerste stap. Vraag terug fotobewerking open. Ik kies voor Paint 3D. Die applicatie gaat open. Klikt op nieuw. Dan ga je naar de optie links en klik je op open en dan door bestanden bladeren. Je gaat natuurlijk naar je map foto 2019, zoals bij mij of de benaming die je gegeven hebt. Je doet daar een foto open. Klik bijvoorbeeld hier een foto van Hulst. Ik ga nu een eenvoudige bewerking tonen zonder opties. Dus ik wil straks een videopresentatie maken. Dus ik moet eerst die foto bijsnijden. Ik moet die bijsnijden in het formaat 16:9. Want dat is het formaat die ik zal gebruiken voor YouTube. Zodat er geen zwarte banden links of rechts op mijn video zijn. Dus je gaat naar de optie rechts 16:9. Voilà, en vervolgens ga je dus gewoon verder met dezelfde werkwijze.
Dus je doet de foto's open in het programma. Je selecteert de 16:9. Je doet read en je slaat de foto op. Je gaat natuurlijk zien dat in dat programma er opties zijn om dat tekst toe te voegen op de foto's of kleuren te veranderen en zo verder. Dat kan je allemaal zelf proberen, maar dat is dus de basiswerkwijze van bijvoorbeeld hier op die wijze dus de foto's op te slaan en klaar te maken straks voor een presentatie in YouTube. Dus als het erop komt, nogmaals opslaan op het bureaublad of wijzigen, dan hoeft u gewoon nee te klikken. Dus u selecteert verder de foto's en u gaat door met de bewerkingen. Natuurlijk, u selecteert op de foto wat als het beste past, het beste beeld geeft. Je mag het dus opslaan in de formaat BMP, want voor de videobewerking is het wel beter in BMP. Er is geen beeldverlies. Als de foto's gebruikt worden enkel voor fotobewerking, is het goed van een JPG op te slaan. Dus hier nog de voorbeeld 16:9. Selecteer het beste gebied en klik gereed. Dus ik heb gekozen voor de foto's op te slaan onder benaming van cijfers. Ja, dat is gemakkelijk om ze te selecteren, dus foto 1, 01, 02 tot bijvoorbeeld 05. Zie je ook een voorbeeld, je kan bijvoorbeeld een stift gebruiken en iets op je foto schrijven. Dus dat kan u allemaal zelf uittesten en dan ook opnieuw de optie gewoon de foto opslaan. Voilà, als u dan terug naar het bureaublad gaat, klikt u terug het fotobestand open. Wat er dan wel goed is om te doen, dat is een nieuw bestand openen in het bestand. Dus nieuw. Map. Je geeft dat terug een naam aan. Ik ga hier de naam geven, gewoon de datum van vandaag, 23 december 2018. En dan die foto's die je bewerkt hebt, doe je naar bestand. Dat is gewoon om straks, als je het bestand selecteert, direct de bewerkte foto's hebt. Dus je gaat terug naar videobewerking en daar klik je de optie voor de applicatie van de videobewerking te openen. Je gaat naar videoprojecten, je klikt op nieuw project maken. En daar gaat u naar mappen. Je gaat een nieuwe map toevoegen, klik daarop, de foto's 2019 openen en dan gaat u naar de map, dus die 23-12-2018 of de naam die u gegeven hebt. Dus die map wordt toegevoegd hier in het programma. Je doet die map open en dat is dus hier voor de demo. Je selecteert de foto's dus dat je wil gebruiken voor je presentatie. Dus hier heb ik gewoon banaal 5 foto's genomen, dus ik selecteer ze allemaal. Je klikt op maken.
Het programma is bezig met uw video samen te stellen. U geeft de naam aan uw video. Dus hier bijvoorbeeld zal ik de naam demo geven. Ja, er komt er soms nog uitleg op om beter het programma te leren kennen. Dus ik klik daar gewoon op. En dan opnieuw is het je creativiteit. Je hebt hier ook terug opties. Je kunt bij je foto's video-effecten toevoegen. Dus wat gebeurt er nu? Als je dus gewoon play drukt, wordt de foto de een achter de andere afgespeeld. Dus we zijn al in 16:9 voor de presentatie. En dan hier heb je alle soorten opties, bijvoorbeeld bewegingen. Dus je kunt per foto kiezen welke beweging dat je moet hebben. Dus op het moment dat je foto wordt afgespeeld, zal die in een bepaalde richting afgespeeld worden. Dus ik kies bijvoorbeeld voor iedere foto een bepaalde beweging. Ik toon u vlug een voorbeeld om te tonen dus wat je ermee kan doen. Dat is nu gewoon een standaard presentatie. Alle bewegingen zijn ingevoerd, gereed. Dus je speelt even af. En dan zal je zien, dus de foto's worden weergegeven met een lichte beweging. Dat kan interessant zijn voor een presentatie. Ook belangrijk, je kan audio toevoegen, je eigen stem, door een gesproken bericht in te spreken en het bestand op je bureaublad te zetten, oftewel een standaard muziek die hier in de lijst staat, kan je toevoegen en opnieuw dat laten afspelen met dat muziek erbij. Het is natuurlijk ook wel interessant als je een eigen presentatie wilt doen, zoals ik bijvoorbeeld nu, je spreekt een gesproken tekst in. Je voegt toe op je foto en zo kan je een presentatie geven en uitleg tot de mensen om informatie te geven wat dat ze zien. Je kan dan natuurlijk ook hier tekst toevoegen. Hier bijvoorbeeld een demo van een tekst. Even invullen Hulst. Je kan natuurlijk ook regelen dat de tijd verandert van een foto, dat eerst de Hulst erop komt, dan de foto langer duurt, dat de presentatie wel goed zit. Nu is het even snel getoond om te tonen dus hoe dat het juist werkt. En dan kan u ook de presentatie delen. Bijvoorbeeld hier kies ik voor online. Bestand wordt gemaakt en dan heeft men de optie. Nogmaals. Het laten afspelen of direct het te delen via diverse opties hier. Bijvoorbeeld YouTube. Je kan het direct laten uploaden tot uw YouTube-account. Dat is heel interessant. En zo kan je het direct delen met de mensen dus die verbonden zijn tot jouw YouTube. Of mensen die interesse hebben. Dus je vult je profieladres in via Gmail.
En als je nog geen YouTube-account hebt, maak er een aan. Je vult eenmaal hier je gegevens in. En iedere keer dat je een presentatie maakt, gaat het direct naar je YouTube-account. Voilà, dat was nog even een creatief idee met zaken die volledig gratis ter beschikking staan op je Windows 10. Ik zeg, werk mooie foto's af. Doe ze in dat videoprogramma. En wees creatief met alle opties die er zijn. En je kan prachtige zaken en dingen gaan presenteren voor je bezoekers. Je foto's van je reizen. Een documentaire. Echt van alles. Voilà, dat was de toelichting voor vandaag. Creativiteit met gratis tools in Windows 10.